Jij hebt het vast ook wel eens, dat je denkt, ik weet het gewoon even niet meer. Ik weet niet wat ik wil. En het ongemak van het niet weten vinden we vaak vreselijk. En we willen graag gelijk een oplossing. Wat is er aan de hand? En dat laat ik je zien in deze video. Ik ben Saskia Kleijsen en ik maak video's over hoogsensitiviteit, hoogsensitieve high sensation seekers en persoonlijke ontwikkeling. Vind je dat nou leuk? Abonneer je even op mijn kanaal. En als je daar dan toch bent, like ook even deze video, dan help je mij in mijn zichtbaarheid en kan ik nog veel meer mensen bereiken. Je wil een beweging maken, namelijk een beweging naar de toekomst. Maar je bent nog maar hier, in het nu. En je hebt natuurlijk je verleden in je rugzak bij je. En je bent op een punt beland in je leven en je weet het niet. Je weet niet wat je wil. En dat geeft spanning, want het ongemak van het niet weten is heel vervelend. Hoe kan dat nou? Vaak komt dat doordat het toch een soort onbewuste angst is die je tegenhoudt. En die kan zich op verschillende manieren uiten. En heel vaak hebben we dat niet door. We weten eigenlijk niet zo goed waar we nu bang voor zijn. Het kan namelijk zijn dat je een fantastisch doel hebt. Maar het is zo ontzettend anders dan waar je nu bent, dat het soort van onbereikbaar lijkt. Een onbereikbaar verlangen. Dat hebben we bij voorbaat al uitgesloten. Want we zijn bang eigenlijk voor dit grote beeld in de toekomst. Het is zo ontzettend anders. Het kan ook zijn dat je bang bent voor het effect van als je hier bent, wat er dan gaat gebeuren met je leven. Het kan ook zijn dat je angst hebt omdat je de stappen die ertussen zitten van hier naar daar niet kan overzien. Het is te onduidelijk, er mist overzicht. En het kan zijn dat de angst uit het verleden komt en die heb je meegenomen naar het nu. En dan is het boeiend van, hey, ben jij dan heel erg met het verleden bezig? Want dan is er vaak sprake van rejection sensitivity. Het bang zijn dat je niet goed genoeg bent. Bang zijn dat mensen je niet waarderen of dat je niet aan de verwachtingen gaat voldoen. En die kan je meegenomen hebben en met iedere stap die jij doet in het leven daarmee geconfronteerd worden. Of heb jij de indruk, ik moet eerst die angst oplossen en als die opgelost is, nou, ja, dan kom ik daar wel. Maar helaas, zo simpel is het natuurlijk niet. Het gaat erom dat jij leert dealen met het ongemak wat je tegenkomt als je naar de toekomst loopt. Naar iets heel nieuws, iets heel anders, iets heel verrassends. Maar misschien ook wel iets heel groots. Dus wat kun je doen? Ga eens kijken welke stappen zijn er nodig om daar te komen. En maak het dan klein. Eerst het eerste stapje. En dan ga je voelen, hey, ben ik nog steeds zo ontzettend enthousiast? Word ik hier blij van? Geeft dat mij voldoening, zingeving, uitdaging? Dan ben je op de goede weg. Gefeliciteerd. Dan kan je door naar het volgende stapje. En net zolang dat je hier komt. En dat kunnen kleine stappen zijn en dat kunnen grote stappen zijn. Merk je dat het echt iets is wat uit jouw verleden komt? En merk je dat je onbewust eigenlijk steeds hiermee bezig bent? De onzekerheid die dat teweeg brengt. Dan kan het natuurlijk zijn dat je hier nog even wat stappen mag zetten. Maar het kan ook zijn dat je ontdekt dat je bang bent om dit te zijn. Dat is niet angst om te falen, dat is angst voor succes, zeg ik altijd. Of dat je bang bent voor de effecten, dat je niet weet wat er gaat gebeuren. Maar zo zit het leven in elkaar en dat je niet precies weet hoe dingen uitpakken, dat mag je gaan leren verdragen. Sommige dingen hoef je niet per se op te lossen, maar is prima om al lopende, wandelend stapjes te nemen, te ervaren wat er dan gebeurt met die angst. Ik wens je veel succes.